Mijn naam is Caroline van Asten en sinds 3 jaar studeer ik klassieke homeopathie aan het opleidingscentrum voor klassieke homeopathie. Toen ik eenmaal besloten had om homeopaat te worden, moest ik op zoek naar een geschikte opleiding. En al snel werd mij deze opleiding geadviseerd vanwege de methodische benadering van de homeopathie. Mijn eigen achtergrond is één uit de reguliere medische gebied. En dat betekent dat voor mij de homeopathie ook op methodische wijze bedreven moet worden. Bij het OCKH wordt dat zeker goed ingetraind vanaf de eerste dag dat je begint. Er wordt gewerkt met theoriedagen waar je alle theorie rondom de materia medica en de theorie achter de homeopathie leert kennen. En tegelijkertijd moet je al snel aan de slag met zogenoemde papercases, waarbij je patiëntencasuïstiek op papier uit gaat werken volgens gerichte methodische stappen. Deze methode van werken leidt toe naar het derde jaar waar je ook stage moet lopen. Tijdens de stage werf je je eigen patiënten. En daardoor krijg je eigenlijk contact met mogelijke doelgroepen. En tijdens de stage behandel je de patiënten onder begeleiding van een ervaren en bekwame homeopaat die het ook van feedback kan voorzien. Inmiddels heb ik al een aantal patiënten met succes behandeld. Dat geeft me veel zelfvertrouwen. En doordat het contact bij het OCKH heel persoonlijk is en je altijd goed contact hebt met je docent, ben je ook altijd snel voorzien van feedback, wat ervoor zorgt dat je ook weer verder kunt. In het laatste jaar krijgen we veel les over praktijkvoering, zodat als je eenmaal afgestudeerd bent, je ook met voldoende zelfvertrouwen aan de slag kunt in de praktijk. Studeren aan het OCKH is voor mij heel erg leuk. Het geeft heel veel nieuwe input en daarnaast is het ook gezellig. Het zijn kleine klassen, daardoor goed contact met de docent en er wordt ook altijd een leuke afsluiting verzorgd aan het einde van het schooljaar met een gezellig diner. En tijdens het laatste of tussendoor examen rond kerst hebben we ook altijd een gezellige bijeenkomst, waardoor persoonlijkheid ook centraal staat in binnen de opleiding. Ik denk dat er op dit moment 1 goede homeopathische opleiding is in Nederland en dat is het OCKH. Zeker in de huidige tijd, waar erg kritisch naar homeopathie wordt gekeken. Ik had met name behoefte aan een homeopathische opleiding, waarbij de mensen met beide benen op de grond stonden. Dus inderdaad niet zweverig gedoe, maar echt concreet weten waar je mee bezig bent. Je wordt in 4 jaar tijd opgeleid tot klassiek homeopaat, waarbij dan bovendien ook nog verder wordt gekeken naar hoe je je eigen praktijkvoering kunt beginnen. Dus er wordt gekeken naar het nu, maar je wordt ook begeleid voor hierna.